Goedemorgen allemaal, het is woensdag en het is niet 7:10. De klok staat een beetje stil, het is 7:15. Nou, hartstikke leuk. Het is vandaag de allerlaatste dag dat ik voor Blokker werk. Ik kan het nu zeggen, want ik ga er niet meer naartoe. Ik heb de afgelopen 7 maanden bij de Blokker gewerkt, hoofdkantoor. En het is vandaag mijn allerlaatste dag. Maandag heb ik een gesprek gehad met mijn leidinggevende. En hij gaf aan dat hij zeer tevreden over mij is geweest de afgelopen maanden. Maar het project loopt gewoon af. En dat wist ik, dat zag ik ook aankomen. Nee, dat zag ik aankomen. Ja, is dat een zin? Nee, hè? Maar goed, anyway, jullie snappen me. En wat wilde ik zeggen? En ik was er zelf ook een beetje klaar mee. Zoals jullie misschien vorige week ook in de vlog hebben gezien. Weet je, het werk is gewoon, het is prima. Ik vond het ook prima om te doen de afgelopen maanden. Maar op een gegeven moment word je gewoon helemaal numb. En ik merkte dat ik de laatste paar weken gewoon echt een beetje met tegenzin naar mijn werk ging. En niet zozeer om de collega's en gewoon de omgeving, maar echt het werk aan zich. Dus vandaag is mijn allerlaatste dag. En dat betekent ook dat ik vanaf vandaag 4 uur werkloos ben. En het wel even zal blijven. En dat is een bewuste keuze. Ik ga me gewoon weer een beetje richten op het gezin, op het huishouden. Op gewoon weer goede maaltijden koken. Ik heb gezien of gemerkt dat we gewoon echt wat slechter hebben gegeten de laatste paar maanden. En volgens mij heb ik in deze 1,5 minuut al 5 keer de laatste paar maanden gezegd. Maar goed, anyway, het ging over de laatste paar maanden. Dus ik wil me daar gewoon weer op richten. En als de tijd rijp is. En ook de kinderen, Matteo gaat natuurlijk naar middelbare school. Mieke gaat naar groep 8. Dus ik wil daar gewoon weer wat meer zijn. Ik heb gemerkt dat ik ook echt wel wat heb gemist van de kinderen van school. En ja, ze zijn natuurlijk gewoon elke keer alleen geweest. En ik wil dat gewoon weer omdraaien. En het kan. Wij hebben de luxe dat dit kan. Dat ik thuis kan blijven. Dus we staan allebei achter de keuze die ik heb gemaakt. Om niet gelijk weer een nieuwe baan te gaan zoeken. Mark staat daar ook achter. Dus ja. En dat betekent waarschijnlijk ook dat ik weer wat meer ga vloggen. Of daar meer tijd voor heb. Dus maar dat zien we dan wel weer in september. Of laten we alsjeblieft niet op de zaken vooruit lopen. Maar ik weet dat als ik meer thuis ben, dan heb ik dus ook meer tijd om andere filmpjes te maken. Niet alleen te vloggen, maar ook weer gewoon make-up filmpjes te maken en dat soort dingen en zo. En ik weet dat er sommige mensen zijn die filmpjes echt missen. Dus waarschijnlijk komen die weer terug. Ik ga dus naar mijn werk. Nou ja, over 10 minuten of zo. En dan zie ik jullie zo direct weer. En dan, ja, ik heb gisteren en eergisteren natuurlijk weer niet gevlogd. Mijn moeder was er gisteren. De kinderen die hebben natuurlijk vakantie en ik werk. Ik werk vandaag ook een volle dag. Daarom dat jullie zeggen dat is mijn laatste dag. Ja, ik werk een volle dag. Omdat in de vakantie vind ik het sowieso fijn om dan 3 dagen achter elkaar te werken. En morgen ben ik sowieso vrij. Maar morgen ben ik dan gewoon vrij op donderdag. Gisteren was mijn moeder hier dus. De kinderen hebben van zondag op maandag bij mijn moeder geslapen. Toen hebben we ze opgehaald. En gisteren kwam ze hier om 11:30, 12:00 of zo. Het is altijd wel fijn als er iemand is. Vandaag zijn de kinderen dus alleen. Dat hebben we ook afgesproken. Matteo slaapt. Die slaapt boven. Die slaapt altijd gewoon best wel lang. Dat is echt. Ik heb er een mening over. Ik hou hem nu even voor me. Want het is vakantie. Laten we dat maar zeggen. En Mika die slaapt bij een vriendje. Hij heeft een vriendje. Of tenminste hij had een vriendje. Hij heeft een vriendje. Hoe zeg je dat? En die is 2 jaar geleden naar Berlijn verhuisd. En ze skypen nog. En ze chatten nog. En ze doen nog. En ook als dat vriendje hier is. Dan zijn ze alleen maar bij elkaar. En hij slaapt daar dus nu. Dus ik ga straks wel even contact met hem opnemen. Kijken hoe en wat. Want ik ben dus niet thuis vandaag. Ik zie jullie zo direct weer. Dat is het. Nou, dat was gewoon een rare dag. Want het is alweer avond en vanochtend heb ik even gevlogd en daarna was het gek. Ik heb natuurlijk een hele dag gewerkt, dus dat scheelt. En het was mijn allerlaatste dag bij Blokker. En ik heb hele mooie bloemen gekregen. Ik zal jullie even laten zien hoe mooi de bloemen. Dus het was wel echt super lief. Dat had ik ook echt niet verwacht. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, ik kwam thuis en toen blijkbaar was er chaos of zo. Ik was eventjes nog naar de supermarkt gegaan. Ik moest een nieuw kattenbak kopen. En kattenbakgriet ook alvast voor als wij straks weg zijn. En mijn moeder is hier in huis. Dan moet ze wel gewoon alle spullen hebben. Ik kwam thuis en toen stonden alle deuren open. En toen waren ze de voortuin en de achtertuin aan het... hoe zeg je dat? De heg aan het snoeien. Ja, snoeien, dat is het woord.
En blijkbaar toen Mark hier thuis kwam was het een enorme rotzooi. En toen, toen had hij zoiets van, nu gaan jullie wat doen. Dus ze waren aan het snoeien. Toen heb ik ook geholpen. Dus toen was het op een gegeven moment 4:15. Toen heb ik nog gekookt. En toen was het een soort van, I don't know, ik weet het niet. En nu is het, hoe laat is het? Het is nu 8:30. En ja, ik ga nog eventjes een serie kijken. En dan, dan is de dag weer voorbij. Ik kijk met een positief gevoel terug naar mijn tijd bij de blokker. Weet je, de collega's waren leuk. Het werk was oké. Alleen op een gegeven moment is het gewoon, ja, dan zit het je gewoon tot hier. Omdat het continu hetzelfde is. Ik snap dat het heel erg nuttig is. En ik weet dat ook. Want ze gaan mijn document wat ik heb gemaakt de afgelopen 7 maanden gewoon nog steeds gebruiken. Maar het was gewoon klaar. Het was gewoon goed en klaar. Dus dat is prima. Zoals ik ook al heb verteld, is dat ik heb besloten dat ik niet gelijk een nieuwe baan ga zoeken. Dus nou ja, goed, dat heb ik vanochtend allemaal al gezegd. Ik ga zo dat ik lekker slapen. De vlog is weer heel erg klein. Ik weet het, weet je, maar straks, dat heb ik al gezegd. Maar straks dan gaan we natuurlijk naar Amerika. En dan komen er Amerika vlogs. En ik zal het nog een keer zeggen, want ik had beloofd dat ik het een paar keer zou zeggen. Waarschijnlijk komt er niet elke dag een vlog online. Want ik heb niet altijd wifi. Ik weet niet hoe, als ik wifi heb, hoe sterk het is. Of ik het kan uploaden. Wat ik wel ga doen in Amerika is gewoon elke dag editen. Dus dat komt helemaal goed. Dus als het goed is, als ik het wel kan uploaden, dan zien jullie af en toe eens een paar filmpjes online komen. En anders, als we terug zijn, krijgen jullie er gewoon een paar op één dag. Dus dan op die manier. Ja, er is gewoon niks aan te doen. Als jullie wel zeg maar tijdens de reis ons zeg maar op de hoogte willen blijven, dan kunnen jullie Instagram volgen. En mijn Instagram naam is, ik heb geen idee. Ik ga nu even kijken wat mijn Instagram naam is. Leuk, hè? Instagram. Even kijken hoe dit werkt. Ik weet niet eens hoe dit werkt. Marloes77. Mijn Instagram naam is Marloes77. Marloes met OU en dan 77. Hartstikke gezellig. Volg me daar, want daar zal ik zeker heel veel foto's plaatsen. En daar heb ik wel genoeg kracht voor. Waarschijnlijk als ik wifi heb of als ik ergens bij de Walmart of waar dan ook eventjes iets kan uploaden. Dus willen jullie helemaal op de hoogte blijven? Marloes77 Instagram. Hartstikke leuk. Maar goed, ik ga nu de vlog afsluiten. En ja, ik zie jullie morgen weer. Smile, feel pretty.